Hallo iedereen, dit is Arthur opnieuw met een zelfgemaakte slang. Ik noem het quasarslang. Dus dat is deze hier, gemaakt van Black Phantom. Dus ik weet niet wat hij hier op de voorkant van zijn hoofd heeft, maar ik denk een soort van ja, dingen om te bijten. Hier heeft hij van die lange uitsteksels. Hij is niet zo lang. Dus zeg maar gewone slang. En langs de achterkant van de staart heeft hij zo'n lijfstukje. Met dan nog er iets op voor gewoon wat extra detaillering. En dus zeer simpel gebouwd. En ook gebouwd met een Lego Hero Factory hoofdje, de slang zelf. Dus ja, een korte review voor redelijk korte slang. En ja, ik denk dat dit het is. Hij heeft niet zoveel speciale dingen. Dus ja, ik denk dat dit de quasarslang was. De quasarslang. Ja. Nog eens. Zo'n volle lengte tonen. Dus ja, dat was het. Ja, salut en tot de volgende keer.